Vandaag zijn we hier bij de opening van onze allereerste inspiratieboerderij. Op deze inspiratieboerderij gaan wij de komende jaren laten zien welke oplossingen er zijn voor onze telers om de teelten nog toekomstbestendiger te maken dan dat ze nu al zijn. Wij zijn aangesloten bij de inspiratieboerderij omdat ik merkte dat er heel veel proeven gedaan worden bij proefbedrijven. Alleen die vaak hele leuke nieuwe technologieën of innovaties hebben ontwikkeld. En dat die vaak de stap missen naar de praktijk toe. Ik hoop dat wij bepaalde dingen op ons nemen en kunnen laten zien aan de rest van de agrarische sector. Het is een heel feestelijk moment omdat dit sowieso de allereerste inspiratieboerderij is vanuit Koosun. En op het moment dat je iets voor de eerste keer doet, is het volgens mij ook gewoon een feestje waard om dat mooi te openen. Heb je ook al wat voorbeelden waar je zelf, ik heb hier nou eens mijn nek uitgestoken en dat is een succesverhaal wat ik zelf herken. Nou, ik denk een hele nieuwe technologie die we onlangs hebben aangeschaft, kan iedereen hier zien. Dat is onze nieuwe robot waarmee we gaan werken. Ja, ik ben Sebastian van der Zee, ik werk voor Havelaar en Hak en wij zijn de importeur van Farmdroid in de Benelux. De Farmdroid is een autonome saai- en schoffelrobot die 24 uur per dag, 7 dagen in de week op het land een bepaalde teelt kan saaien en vervolgens schoffelen. Alles werkt op basis van software en dat is echt met de digitale techniek van tegenwoordig een mooie verbetering ten opzichte van het mechanisch onkruidwieden. De indruk is heel goed, ook omdat het heel divers gezelschap is. Er werd leuke nieuwe dingen verteld. En je leert hier heel veel van andere collega's die hier spreken. Onze droom is eigenlijk heel simpel. We proberen hier zoveel mogelijk telers naartoe te krijgen die hier geïnspireerd worden door oplossingen die hier praktijkrijp al op dit bedrijf liggen. En hopen we dat telers deze inspiratie overnemen en ook toe gaan passen op hun eigen bedrijf.